Ik ben Jeroen Ooyslagers, ik ben een schrijver, ik ben een verteller, ik ben een sater en ik ben iemand die probeert iets te begrijpen van deze eeuw. Ik ben Alicja Genschinska, filosoof en schrijfster. Iemand die altijd onderweg is, in twijfel, vragen stellend, op zoek naar antwoorden. Kijk naar de denkers die ik als mijn vrienden beschouw. Hannah Arendt, Albert Camus, Ivan Illich, Thomas More, dan begrijp je misschien wie Hans Achthuis is geworden en waarom ik bepaalde ideeën heb. Het lijkt mij interessant om na te denken wat een vrijplaats is in de 21ste eeuw in deze digitale tijden. Is er nog iets buiten die digitale tijden? Eén. Waar dat die vrijplaats eventueel zou kunnen zijn. Is er ook een vrijplaats binnen die digitale tijden? Dat is iets wat ik zelf ook wel wat, ja, niet wakker van lig, maar wel regelmatig over nadenk. We zitten in een vrijplaats van vroeger, kunnen we zeggen, waar Erasmus, More en busleiden samenkwamen om te spreken, te vertalen, te discussiëren. Zijn vandaag zulke plaatsen nog voorhanden? Ik denk van wel, maar je moet ze creëren. En busleiden heeft die plek hier ook gecreëerd. Die is ook niet aan hem gegeven. Toch? Ja, dat is toch hoe ik het ervaar. Je moet ze zelf creëren. Je moet ze creëren. En ik denk dat Thomas More ook zo'n soort ideaal had. Ja. Had het dus hier beleefd. In Utopia. In Utopia kun je heel veel verschillende uitleggen van geven. Maar in elk geval, s'avonds, als alle mensen hun dagtaak hebben gedaan, gaan ze met elkaar gezellig kletsen. En gezellig kletsen betekent humanistisch met elkaar discussiëren. Mm. En dat was zijn grote ideaal. Wat je nu zegt, doet me denken aan wat we vandaag zien op televisie. Als gasten worden uitgenodigd in de studio, heb je niet echt het gevoel, dat is een gesprek. Je hebt het gevoel, iedereen weet, het is mijn 2 minuten, tak, 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 tak. En ze gaan scoren, ze willen hun ding hebben gezegd. En dan luisteren ze niet meer, wat zegt een ander, ze wachten gewoon, ja, nu is het aan mij, tak, 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 en ze beginnen te geven. En dat is iets wat ik ontzettend mis. Ik mis een gesprek onder mensen, dat mensen eens luisteren van, maar wat zegt hij nu? En ga ik daar wel mee akkoord? En ja, misschien leer ik daar iets uit, misschien moeten we verder gaan. Mensen, ja, dialogeren te weinig. Ik vind het bijzonder moeilijk en zelfs, laten we zeggen, ik kan het een beetje pathetischer zeggen. Ik vind het zelfs liedjesvernederend om op een televisieprogramma een scenario dat door anderen is bedacht, daarin te figureren terwijl ik, mijn werk, is eigenlijk, ik bedenk mijn eigen scenario's, ik bedenk constant mijn eigen verhalen. En als ik op televisie kom, moet ik mijn hoofd buigen. Moet geen vorm voor het verhaal passen. Dat de redactie heeft bedacht. En daar mag ik mijn ding in zeggen. Precies, je moet in een format. Dat is toch geen vrijplaats meer? Maar dat is geen vrijplaats. Nee, ik denk niet dat media vrijplaats is. Dat is geen vrijplaats. Wat ik zo fascinerend vind van die vrijplaats, is dat je tegelijkertijd het hebt over ruimte, uiteraard. Hè. Moet er zijn. Er is een bepaalde ruimte. Maar tegelijkertijd moeten we het ook hebben over tijd. En de personen in de ruimte. Zeker, de personen in de ruimte en de tijd. Is deze ruimte een vrijplaats? Niet noodzakelijk. Nee. Zet ons met iemand waar wij niet mee kunnen praten, of mee ons vervelen of ruzie maken of wat dan ook, misschien wordt het dan geen vrijplaats. En wordt het misschien een speelplaats of whatever. Ik denk vandaar dat Thomas More, Erasmus, busleiden, ze spraken met elkaar af, omdat ze wisten, met die personen via leren ze anderen kennen. Ja. Komen we tot een hoger iets. En ik denk dus dat de persoon in de vrijplaats essentieel is, dat het een vrijplaats wordt. Ja. Dus personen, tijd, ruimte. Ja. Vrijplaats. We zijn er aan het. Wat heb ik aan toe te voegen? We kunnen erop toosten. We kunnen erop toosten. Is hoogmoed niet u beter voelen dan de anderen zonder gegronde redenen? Is dit niet zo de basisdefinitie van hoogmoed? Een soort arrogantie? Ik zou bij hoogmoed zeggen van de manier waarop wij omgaan op dit moment met de aarde is een menselijke hoogmoed. We kunnen het allemaal wel aan. Maar daar ga ik mee akkoord, want er zit een arrogantie in. Daar zit dat wij arrogantie. Recht hebben op iets, beslag nemen op de aarde, op de kwaliteit van de lucht, op de vissen in de oceaan. We nemen op alles beslag, maar mogen we wel op alles beslag nemen? Maar pas op, er zit ook iets tragisch in. Want er zit ook heel ongelooflijk veel blindheid in. Het feit dat we niet kunnen omgaan met de aarde, het feit dat dat niet onuitputtelijk is, maar dat er wel degelijk een grens is.
heeft ook veel te maken met blindheid en met dus in feite Griekse tragedie. Er staat een rekening open en die moet worden betaald. We sturen gewoon de kelders terug en zeggen, de rekening klopt niet. Toch nog even narekenen. Maar wij weten, of we doen alsof we de rekening niet moeten betalen. Dus we sturen de kelders terug, wat hoogmoed is. En ook blindheid. We schuiven eigenlijk de rekening door naar de volgende generaties. Als het op de aarde aankomt. Dus ik ben het wel eens inhoudelijk met jullie, maar in die tijd dus, als je over hoogmoed moet praten, had iedereen gezegd, ja, maar dat kan helemaal niet. Naar Amerika op zoek gaan, Afrika langs gaan, dat is dus door God inderdaad bepaald, daar kan je niet verder gaan. Ja, maar tegen mij... Je kunt een menselijk lichaam niet openen, dan hebben we het ook over deze plaats hier, Vesalius, die dat stiekem moest doen. Dat kon ook helemaal niet, dat is hoogmoed. Was dat hoogmoed of was dat niet een soort ambitie om de wereld te verbeteren? Allebei. En ambitie is toch niet hetzelfde als hoogmoed? Nee, maar toen was het dus dubbel. Hè? We hebben ontzettend veel geleerd door de lichamen te openen. Maar de kerk vond dat het hoogmoed was. Dus die twee kanten zitten tegenwoordig nog steeds aan. Iemand anders vond dat het hoogmoed was. En misschien worden sommige dingen als hoogmoed gezien. Ik zou zeggen, nieuwsgierigheid, ambitie. Ja, nieuwsgierigheid, ambitie. En dat is toch noodzakelijk om vooruitgang te maken. Ja. Het interessante natuurlijk is, van als we nadenken over hoogmoed, als mensen kijken naar... Mensen die bijzonder religieus zijn en die mensen zeggen van, ik ben agnost, ik ben zelfs atheïst, ik heb er allemaal niks mee te maken. Mm-hmm. Dan vraag ik altijd, oké, geef je portefeuille en geef die briefjes die erin zitten, waar dat allemaal cijfers op staan, waar dat euro op staan, geef die aan mij. Want geld en dat briefje is natuurlijk ook geloof. Het is hoogmoedig om jezelf vrij te pleiten van elke vorm van geloof. Ik denk zelfs dat het opdringen, want dat gebeurt nu ook, het opdringen van ongeloof is een ongelooflijke daad van hoogmoed. Met andere woorden, we hebben nood aan twijfel. Precies. Twijfel als antigif van hoogmoed. Ja, ik denk het. Zoals ik het nu zo samenvatte bijna. Ja, een mens moet een twijfelend wezen zijn. Ja. Daar ging het in deze ruimtes hier om. Ik bedoel, mensen gingen met elkaar praten. Ja. Niet omdat ze wisten hoe het in elkaar zat, maar omdat ze met elkaar dus dingen wilden uitwisselen. Ja. En vanuit de twijfel gaat het gesprek aan. En ik zie niet, althans niet in het begin van de 16e eeuw... bij Thomas More of bij Busleiden of bij Erasmus iets van... ik ga je vertellen hoe de zaak in elkaar zit. Nee, het belang van met elkaar. Dialoog. Ja. Met elkaar in gesprek gaan, uitwisseling. En ik weet het niet precies, dus ik wil graag horen. Ja. Ja.